In Nederland hebben 260.000 mensen dementie. 1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie. 70% woont gewoon thuis. In de eigen woning, eigen straat en in de wijk. Zij willen zo lang mogelijk plezierig blijven wonen, in de voor hen bekende omgeving en blijven doen wat ze altijd hebben gedaan. Met waardigheid en respect bejegend worden, zich welkom en begrepen voelen, gewoon winkelen, bewegen, mensen ontmoeten, lid zijn van een vereniging. Maar dit is niet altijd vanzelfsprekend als je dementie hebt. Als bedrijf vinden we het superbelangrijk om aandacht te besteden aan mensen met dementie. Want ook deze mensen moeten veilig kunnen deelnemen aan de maatschappij. En daarom hebben we een training gehad met onze mensen, waarin we niet alleen geleerd hebben om situaties te herkennen, maar ook om daarna te handelen. Iedereen is daar heel enthousiast van geworden en weet gewoon veel beter hoe om te gaan met lastige situaties. Het doel is om het mogelijk te maken dat mensen zich ook vrij voelen om naar de winkel te gaan. Want weet je, het is zo eenvoudig. Je gaat naar de winkel, je zoekt wat je nodig hebt, je rekent het af bij de kassa en je gaat weer naar huis. Maar niet als je dementie hebt. Dan moet je eerst weten, waar is die winkel? En als je in die winkel bent, dan moet je weten waar het product is. En als je dat product ziet, moet je ook nog weten, zal ik blauw of roze nemen? En als je dat hebt besloten, moet je naar de kassa, oh jee, en dan moet je betalen. En als je dat eindelijk allemaal hebt gedaan, moet je ook nog eens de weg naar huis terugvinden. Dat is voor ons allemaal zo vanzelfsprekend, maar niet als je dementie hebt. Afgelopen woensdagavond hebben wij een trainingsavond gehad over dementie. En voor de trainingsavond vond ik het behoorlijk moeilijk om met dementerende klanten om te gaan. Nu, je merkt toch dat er steeds meer dementerende in de winkel komen ook. Ook op alle afdelingen, horeca, food. En tijdens de trainingsavond hebben wij ook één op één rollenspellen gespeeld. En daarmee is het ook veel makkelijker geworden om een klant daarin te begeleiden. Om een makkelijker keuzes te laten maken. Dus dat het voor de klant makkelijker wordt, dat hij weet, oh ja, dit wil ik graag hebben of dat kom ik doen. Dus dat vond ik wel het hele fijne aan een training. En ik geloof ook zeker dat we daar in de praktijk veel gebruik van kunnen maken. Meneer, het alarm is bij u afgegaan. Ja. Ik denk dat wij een foutje hebben gemaakt. Oh. Zullen we even naar binnen gaan om het op te lossen? Ja, graag. Oké, okay. Loopt u maar even mee, hoor. Ja. Ik zie dat u een strijkijzer heeft gekocht. Ik? Ja, die heb ik helemaal niet gekocht. Had u ook niet nodig? Die heb ik helemaal niet nodig. Nee. Dan denk ik dat ik hem beter kan terugnemen. Ja, graag. Ja, graag. Oké. Dank u wel. Dan zet ik hem weer terug. Dank u wel. Fijne dag. U ook nog een fijne dag. Dank u wel. Dag hoor. Hallo meneer, kan ik u misschien ergens mee helpen? Kan ik u ergens mee helpen? Ziet u iets lekkers erbij staan? Misschien onze appeltaart of onze slagroomtaart, vindt u dat lekker? De appeltaart, zou ik die voor u inpakken? Ja. Ja, die heeft een hele goede keuze gemaakt. Die wordt vaak gekocht hier. Even kijken. Zo. Zal ik er voor ook een tasje omheen mee doen? Je kunt het wat makkelijker mee naar huis nemen.
Zal ik het even doen? Graag. Kijk u eens. Alsjeblieft. Tot ziens. Dankjewel. Smakelijk. Dag. Dag. Dankjewel. Doeg. Goedenavond, meneer. Goedenavond, mevrouw. Zo. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Kijk, u heeft een feestje vanavond. Dat is altijd gezellig. Dan wordt het 20 euro, alsjeblieft. Oh, ja. Alsjeblieft. Okay. Sorry meneer, maar de kassa die accepteert deze kaart niet. Heeft u misschien een ander betaalmiddel voor mij? Of muntgeld? Dat kan ook altijd. Oh ja, ja, ja. Ja, dat heeft, ja, ja. Of we kijken even ja, samen. Ja. Ja, helemaal ja. Goed. Ja, hier heeft u voldoende aan. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft, aan een fijne avond. Dank u wel, ook een fijne avond. Dank u. Dank u wel. Dag. Dag. Manon? Wij hebben met de mantelzorg bij deze meneer een afspraak staan dat alle spullen die hij af komt rekenen, dat ze die gewoon meegeven die hij verkoopt. En alles wat hij niet gebruikt, dat wordt gewoon teruggebracht later door de mantelzorg. Okay. Dus geen probleem. Okay. Prima. Ik vind het best wel moeilijk om iedere keer weer te winkelen. Hier zijn ze wel heel aardig voor mij. Maar ik blijf het toch wel moeilijk vinden. Ja. Bij ons in de lunchroom komt het wel eens voor dat mensen verward zijn of gedesoriënteerd binnenkomen. Dit zijn niet de mensen zoals je zou verwachten die een kopje koffie drinken bij ons of een broodje eten. Want die zijn vaak al met een begeleider of een familielid. Maar dit zijn mensen die in de directe omgeving van de lunchroom wonen of een boodschap aan het doen zijn en het even niet meer weten. Ze komen binnen met de vraag of ze het mogen bellen, of de sleutels kwijt zijn. Ze hebben zichzelf buitengesloten. We proberen dan zoveel mogelijk de mensen op hun gemak te stellen. Met een kopje koffie, een glaasje water, even een praatje te maken. Dan gaan we samen met die mensen op zoek naar een oplossing. Daar proberen we zoveel mogelijk en zo ver mogelijk bij te helpen als het kan. Belangrijkste is denk ik dat je de mensen met respect behandelt, ze zoveel mogelijk op hun gemak stelt en heel erg duidelijk maakt dat ze ons niet tot last zijn, want dat zijn ze zeker niet. Iedereen is altijd welkom bij Prikkers. Mensen helpen om zelfstandig te blijven kan ook door duidelijke bewegwijzering, bijvoorbeeld naar het toilet. Zorg voor een toilet met een goed zichtbare bril. Een zwarte bril zorgt voor het nodige contrast. Eenvoudige handelingen, zoals handen wassen op het toilet, kunnen al een uitdaging zijn. Een kraan met knoppen is herkenbaar. Goede verlichting en voldoende beweegruimte voor iemand met een rollator of in een rolstoel is belangrijk. Als winkelier, horecaondernemer, medewerker, winkelend publiek of als bezoeker van het Wiegese Centrum, allemaal hebben wij ervaringen met mensen die vergeetachtig, verwaard of dement zijn. Deze mensen horen er ook bij. Dat zijn onze klanten en verdienen evenveel respect. Het centrummanagement zet zich gericht in op dat deze mensen zich ook welkom voelen in ons centrum. Mijn man en ik, wij vinden het leuk om hier te winkelen en een kopje koffie te drinken. En dat willen we eigenlijk nog heel lang blijven doen. Daarom vinden we het zo fijn dat de winkeliers en hun personeel zo goed kunnen reageren op mijn man. Dat telt eigenlijk ook voor de medewerkers van het wijkcentrum.
en de sportvereniging waar mijn man nog steeds lid van is. Nou, als wij weten waarom mensen soms raar gedrag vertonen in winkels, en als je weet waar het gedrag vandaan komt, dan is het ook veel makkelijker om daar op een juiste manier op te reageren, zodat je mensen in hun waardigheid kunt laten en hun met respect kan behandelen.